Dus toen ik mijn bedrijf startte, was eigenlijk mijn netwerk, dat was mijn kapitaal. Jazeker, ik ben Rob Tol, geboren in Rotterdam. Mijn bedrijf ook opgericht in Rotterdam, Tol Marketing en Communicatie. Uiteindelijk gevestigd in Capelle aan de IJssel. En dat is 1 januari 20 jaar geleden. En 10 jaar geleden heb ik de Netwerkacademie opgericht. Ik kom dus uit die marketing-communicatiewereld. En omdat ik netwerker van het jaar geworden ben, lang verhaal, daar heb ik chocola van gemaakt, dus de Netwerkacademie opgericht. En daar geef ik dus workshops, trainingen, masterclasses over, vooral in de business-to-business. Recent heb ik zelfs een soort theatershow opgevoerd over zakelijk netwerken. In een theater en met ondernemers. En ja, dat vond ik wel heel erg leuk. Want dan komt er ook een stuk entertainment erbij. Want ik heb een vrij serieuze boodschap die ik probeer zo leuk mogelijk te brengen. En te inspireren. Verder schrijf ik daar boeken over. Die ook weer uitgegeven worden als e-book. En vorig jaar heb ik ook mijn boeken, of tenminste mijn laatste boek, The Do's and Don'ts, vertaald in het Engels. En ik probeer ook, als je het over dromen hebt, misschien ook Engelstalige markten aan te boren. Ik maak tegenwoordig ook vlogs. En daar ben ik bij begonnen omdat het AD vroeg dat aan mij, de ondernemer. Zou je dat willen doen? En daar ben ik in doorgegaan. Dat betekent, ik geef wat tips, die geef ik weg met mijn vlogs op Twitter en op LinkedIn. Dat betekent dat je ook hoog in de ranking komt van Google. En dat je een specialist wordt op het gebied van netwerken. En dat je ook niet alleen je eigen branche reageert op dat soort tips. Maar ook andere branches. Dus nou zie je op de lange termijn dat netwerken werkt. Ook als je social media inzet. Op een hele gerichte manier. En daar heb ik ook lol in. En dat vind ik ook leuk om te doen. Veel naar theater, veel naar musea. Vooral in Rotterdam. Hè. Dus denk aan de Kunsthal en aan Boijmans en aan het fotomuseum. Naar het venster, theater, noem maar op. En daar raak ik door geïnspireerd. Ik raak ook geïnspireerd door ondernemersbijeenkomsten die ik bezoek. Echt niet elke avond op stap. Ik kijk echt, ik ga eens een keer naar een andere branchevereniging bijvoorbeeld. Nou, dat is eigenlijk dat ik mijn marketingcommunicatiebureau, dat bestaat 1 januari 2019, 20 jaar. Daar ben ik heel trots op. Ik heb maar liefst 3 dips in de economie meegemaakt. Ik zat veel in de ICT, 2002, 2008 en 2013. Maar doordat wij met z'n tweeën zijn met een 14-tal bedrijven die niet op de payroll staan, kon ik die dips vrij goed overleven, om het als het ware. En omdat ik mijn netwerk opgebouwd heb. Dus toen ik mijn bedrijf startte, was eigenlijk mijn netwerk, dat was mijn kapitaal. Geloof in je eigen kunnen. Blijf dicht bij jezelf. Zorg dat je een netwerk opbouwt. Je hoeft echt niet naar alle netwerkbijeenkomsten in Rotterdam. Kijk welke mensen jou kunnen helpen om jouw doel te realiseren. En kijk hoe jij mensen kan helpen om hun doel te realiseren. En dan krijg je vanzelf een mooi netwerk, wat je niet moet misbruiken, maar wat je in kan zetten.